Het is ons pand. Het is niet uw eigendom. Hebben we met de wethouder overlegd? De gemeente gaat niet over de muur van Aalmen natuurlijk. Je zet alles naar je eigen mond. Nee, maar dat hebben we toch. Als de jongens er hangen had laten gaan, had hij ook op mijn muur gezeten. We weten ook wat we aan het doen was. Moet je die poster niet gebruiken om die muur waterdicht te krijgen? Jawel, want dat heeft heel erg geholpen. Ja, dag. Maak mij wat wijs. Ze hebben pas geleden een opstapplaats gecreëerd tegen onze winkel aan. Moet je voorstellen, die rups is natuurlijk geweldig, maar ja, je moet er wel op kunnen. Dus vandaar ook nagedacht over waar kunnen we nou makkelijk op die rups. En dat is die opstapplek geworden. We hebben er tegen geprotesteerd. Maar ja, de beukelaar zegt gewoon, ik doe het toch. Met alle gevolgen van dien. Dit is de opstapplaats. Ja. En die opstapplaats die is gebouwd... Tegen ons pand aan. Jullie... Ja. Gevel. Ja. Want dit is jullie gevel. Ja. En dit is het probleem. Ja. Dat is het drukpunt wat onze muur belast, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Nou, ik wil wel even aanwijzen hoe groot het bouwwerk is ten overstaan van de winkel. De hoek van de kleedkamer tot hier ongeveer. Nou, dan moet je nagaan dat tot boven het plafond zit dat zand. Nou, wat krijg je dan? Kijk, hier zitten scheuren in het stukwerk. En dat hebben we dus hier beneden. Dan laat het stukwerk los. Nou, dat begint ook al te rotten. Dan krijg je dus dit. Hier. Die tegels gaan los. Alsjeblieft. Ook allemaal door die druk. Alles wat hij doet, heeft een achterreden. Kijk, waar spreek ik? Zoals de mensen worden dus nu op het perron neergezet. Ze kunnen één kant op en dat is richting restaurant. Dus heeft hij daar ook weer business van. Maar volgens mij komt hij daaraan. Goedemiddag, Edwin. Ja, de goeie. Het enige jammerlijke is dat straks misschien ons opstappunt weg moet... zodat mensen niet meer er heel makkelijk op kunnen. En dat is natuurlijk wel heel verdrietig. Moest u al. Ja. Ja, je lacht ook, maar je zit hier in tranen. Hoe is dit zo op jouw pad gekomen? Ik heb een kindje verloren. Ik heb een kindje met syndroom van Down verloren. En ik was zelf altijd al een beetje raar. He, ze zeiden vroeger al, ik beweeg te veel. En, met je ADHD? Ja, ja, maar dat had ik niet. Maar ik was altijd wel... Dus ik dacht, eigenlijk heeft iedereen een beperking. En ik wilde haar, hij was een meisje, ik wilde haar in een paar minuten meer laten betekenen dan... andere mensen in 80 jaar voor elkaar krijgen. Want hoe oud is zij geworden? Bij de geboorte gestorven, dus een paar minuten geleefd. Dat is een enorme inspiratiebron voor haar. Ja, dus nou, van het een kwam het andere nu. Ja, nou is het een oord geworden voor iedereen. Iedereen welkom. Het is voor mij mijn leven, hè, door wat er in mijn eigen leven is gebeurd... met een kindje met een beperking... geef ik ook bijna mijn leven voor mensen met een beperking. Het verbijst me dat iedereen erin stinkt. Hij komt constant met het goede doel bewust naar voren te brengen. Nou, en daar denk je iedereen mee te imponeren. De mensen betalen €7,50 per rit. Het is een stichting. Hij steekt er zelf geen geld. Hij verdient er alleen maar aan. Even ter vergelijking. Kijk, dit is droog. Ook gewoon droog. Is ook droog. Onderin is die vochtig. Kijk, dat zegt ook heel veel, want ons opstappunt is daar niet meer. Dus nee, dat is hier ergens. Ja, daarom. Ja. Dus eigenlijk heeft het helemaal niks met het opstappunt te maken. Ja, ik vond het hilarisch natuurlijk dat hij allemaal dingen aanwees die helemaal niet op de plek zaten waar het opstappunt zaten. U had hier ook allemaal scheuren. Nee. Jawel. Nou, ik zie wel scheuren. Nee, we gaan verder op het onderwerp. Dat heeft er niks mee te maken. Ja, heeft dat er niks mee te maken? Nee, heeft er niks mee te maken. Het is ons pand. Het is niet uw eigendom. Hebben we met de wethouder overlegd? De gemeente gaat niet over de muur van Aalmen natuurlijk. Dus je zet alles naar je eigen mond. Nee, maar dat hebben we... Als de jongens er hangen had laten gaan, had hij ook op mijn muur gezeten. We weten ook wat we aan het doen. Moet je die poster niet gebruiken om die muur waterdicht te krijgen? Jawel, want dat heeft heel erg geholpen. Ja, dag. Maak mij wat wijs. Wel nu. Het zonder toestemming maken van een opstelplaats voor de strandrups. Pal tegen hun winkelmuur is uiteraard niet toegestaan. Zeker niet als dit, zoals in dit geval, scheurvorming ten gevolge heeft. Dat betekent dat Aad en Angelien om te beginnen recht hebben op vergoeding van de scheurschade. Door mij met de deskundige begroot op €500.
Ja, en dan die opstelplaats. Er is sprake van een onrechtmatige toestand. En dat betekent dat de rechthebbenden, Aad en Angelina, in beginsel recht hebben op beëindiging daarvan. Tenzij er sprake zou zijn van rechtsmisbruik. He, dat ze het enkel doen om te pesten of iets dergelijks. Dat is niet het geval. Ze hebben wel degelijk een belang dat er een einde komt aan die door hen ongewenste situatie. En dat betekent dat de stichting de opstapplaats zal moeten verwijderen. En, dat is misschien nog wel belangrijker, de voorheen bestaande situatie zal moeten herstellen. Dit is mijn uitspraak. De zaak is afgedaan. Dank u wel.